Woe, yes. Yes, hoor. We zijn er weer, jullie favoriete duo. In je oren, niet op je beeldscherm. Maar we zijn er weer, Marv. Lekker, man. Yo. Fijn dat je bent. Ismael, jij bent er ook nog steeds. Yes. Nice, heel goed. We zijn aflevering hiervoor geëindigd dat we iets over jouw boek gaan vragen en mag je er iets over vertellen. Maar eerst wil ik even een stellingje erin gooien. Ik heb er even eentje opgezocht. En de beste leraren moeten worden overgeplaatst naar de slechtste scholen. Dat was de stelling van het debattoernooi trouwens. Echt waar? 2019. Oh. Ja. Ja, wat vinden we daarvan? De beste leraren moeten overgeplaatst worden naar de slechtste scholen. Maar dat zou betekenen dat dus die beste scholen, die dus eigenlijk vooral de beste scholen zijn omdat ze de beste leraren hebben, ja, weer op een gegeven moment zitten zonder de beste leraren. Dus dan ben je eigenlijk, denk ik, aan het dweilen met de kraan open. Dus dan los je niet direct het probleem op. Wat ik vooral denk dat interessant is, ik persoonlijk, om die stelling een beetje, om in te gaan op die stelling, hè? Ik zou het bijvoorbeeld juist interessant vinden om gewoon ongelijk te investeren, waar we het vaker over hebben, mm-hmm, door die scholen die dus eigenlijk te kampen hebben met teams die didactisch en pedagogisch gezien nog echt wel een slag hebben te slaan, toch? Ja, een slag slaan. Daar vooral in te investeren door eventueel die beste leraren over en weer in te zetten als experts of als ter ondersteuning van. Ja. Want dan ga je uiteindelijk echt een duurzame verandering tegemoet. Want als je zegt, oké, we zetten ze daar, dan krijg je daar gaandeweg op een gegeven moment het probleem. En uiteindelijk denk ik wel dat de slechtste scholen, de wijken die de meeste uitdagingen hebben, wel echt de beste leraren nodig hebben. Vooral met alle uitdagingen van dien. Ja. Ja. Dat wel. Ja, mooi verwoord. Ik ben het ook met je eens. Marv, ben je het ook ermee eens? Of zeg jij gewoon van, luister, naar alle goede docenten moeten gewoon naar slechte... Ik heb zelf een beetje moeite met het woord slechte school. Wanneer ben je dan echt een slechte school? Hè? Hoe kan je dat nou toetsen als je resultaten dan heel slecht zijn? Of als niemand zijn diploma haalt, hoe toets je dan, hè, om een slechte school? Ik heb daar een beetje moeite mee. Een veilig leerklimaat. Ja, nou, dat bedoel ik. Maar dat wordt natuurlijk getoetst door instanties en dergelijke. Maar ik vind het wel wat om iets een slechte school te noemen. Tevredenheidsonderzoeken van leerlingen. Ja. Als leerlingen praten van, zij vinden het geen fijne school, voelen zich onveilig en resultaten lopen ook achter je. Als je in het rood staat, ben je gewoon een slechte school, toch? Dat is gewoon te meten, denk ik. En het is heel naar. Maar het is te meten. Maar en het is ook belangrijk. Het is de bestaande slechte scholen. Ik denk dat sommige scholen echt wel hun visie mogen veranderen. Ja, dat ben ik ook met je eens. Alleen ik twijfel een beetje of het woord slecht is. Maar wat vind jij? Ja, ik vind het lastig inderdaad om te zeggen slechte scholen. Ik denk dat wat Marvin net ook zegt. Sommige scholen zouden echt wel even wat moeten doen aan hun cultuur. Ja. Organisatiecultuur en tegelijkertijd ook wel de manier waarop ze enerzijds kijken naar leerlingen, maar ook hoe ze met elkaar samenwerken. Ja. Ik denk dat het belangrijkste is dat die scholen die het minder doen, dat die scholen vooral moeten gaan kijken naar het creëren van een gemeenschappelijk normatief kader. Een gemeenschappelijk normatief kader waarin ze eigenlijk aan de voorkant het hogere doel in beeld brengen. En vervolgens aan de hand van de normen en waarden die zij echt, normen en waarden die zij hoog op de agenda hebben staan, dat ze van daaruit gaan werken. Ja, dit is die basishouding van docenten. Ja. Moeten gewoon op één lijn zijn. Ja, precies. En ze moeten dus weten van, dit is wat wij willen. Ja. En dat gaan we ook uitvoeren. Ja. En spring je niet op de boot, ja, dan hoor je eigenlijk hier niet thuis. Ja. En dat, eens. En dan kun je hier gewoon een goede... Maar dat doen wij ook bijvoorbeeld. Ja, nee, nice, inderdaad. En ik ben het niet eens met de stelling door alle goede docenten ergens weg te zetten op een slechtere school, om het zo te noemen. Ik zou inderdaad dan 1 of 2 mensen ergens vandaan plukken en die gaan dan met dat team aan de slag. Die gaan dan mee aan de... Zo iemand zoals jij, Ismael, die zou je daar neer kunnen zetten. Ja, maar dan moet je... Kijk, en dat is het, je moet op een gegeven moment wel beseffen dat als je in zo'n team terechtkomt, dat ook zij natuurlijk een behoorlijk verleden hebben met oud zeer wat nog heerst. Ze hebben zoveel innovaties en veranderingen, ontwikkelingen meegemaakt, dat ze denken, ja, weer een verandering. Weet je, dat ze in de ontkenning zitten of juist heel erg gaan tegenwerken en gaan proberen te saboteren, is ook niet gek.
Het belangrijkste is dat je gewoon vooral in zulke situaties een lange adem moet hebben. Want één ding moeten we niet vergeten. Vandaar dat ik ook vaker het collectieve aanhaal. Inmiddels moeten we beseffen dat één leraar of twee leraren alleen niet het verschil gaan kunnen maken op grotere schaal. Daar heb je gewoon heel team voor nodig. Want op het moment dat jij als individu alleen gaat opereren binnen school, dan ben je eigenlijk degene die met zijn of haar kop boven mij valt uitsteekt. Dan heb je ook vaak dat er jaloezie ontstaat. Of dat mensen denken van ja, wie ben jij nou dat jij ons komt vertellen hoe je het moet doen. Oh kijk nou joh, de leerlingen zijn helemaal weg van hem of haar. Krijg je dat soort gesprekken. Terwijl als je als team zijnde zegt, oké, we gaan met z'n allen de schouders eronder zetten. En we gaan het echt gezamenlijk doen. We bepalen wat ons hogere doel is. En daar gaan we gezamenlijk naartoe werken. Ja, dan ontstaat er echt een feeling waarbij ook de leerlingen en studenten denken, ja man, ja. Hey, ik voel nu gewoon, dit is één team. Ja. En heel veel leerlingen, dat weten we allemaal, die voelen haar fijn aan zeg maar, of een team een eenheid is of niet, man. Ja. Ja, en uiteindelijk is dat alleen maar in het voordeel van de leerlingen natuurlijk. Dat is een van de grootste succesfactoren, man. Dat je als collectief het samen moet doen. Als je dat niet hebt, durf ik met zekerheid te zeggen, gewoon heel stellig ben ik daarin, geen school gaat succesvol zijn als ze niet als team opereren. Ja. Ik heb trouwens hadden wij die stelling volgens mij een beetje geflipt. Wij waren volgens mij tegen. En hebben we niet die stelling tegengesproken, maar hebben we aangegeven van je moet het niet zien als een slechte school, maar een school in een moeilijke wijk. In een wijk met uitdagingen. Ja. Juist. En ik denk dat dat wel samengaat, dat een school valt of staat of succesvol is aan de hand van de wijk samenstelling. Lekker Marv, je zit er goed in, man. Ja. Lekker, ja, heerlijk. Toevallig ken ik die stelling, toch? Ja. Ervaringsdeskundige hier. Hey Ismael, jij hebt een boek geschreven, toch? Ja, klopt. Ja. Ja. Vertel daar eens even over. Het boek Het Geheim van de Leraar komt in het begin van het nieuwe schooljaar komt het uit. Ja, ik zeg altijd alles gebeurt met de reden en dit gebeurde ook echt met de reden. Ik werk nu al jaren samen met Emin Kassesi en Yasin Jailale. We zijn met z'n drieën de Meesters met Dromen. Ja. Dat is eigenlijk een onderwijscollectief wat ooit is begonnen in Amsterdam. Ik ben toen later aangesloten bij het collectief. Zie je, Amsterdam. We hadden een discussie vanochtend. Wat dan? Nee, hij stuurde je biografie door en ik heb je biografie gescand. Zei ik van, dat is toch niet de hele tijd Amsterdam? Zei ik, nee, je hebt het niet gelezen. Maar ik weet zeker dat ik iets van Amsterdam was. Zat er iets van Amsterdam in je bio? Ja. Ik ben nu Rotterdam. Ik ben geboren echt toch in Rotterdam. Ja, zie je? Ja, ik heb dus iets van Amsterdam gelezen. En dat is blijven hangen. Misschien omdat ik Ajax ben, toch? Dan was ik blij. Ja. En door. Nee, dus die Meesters met Dromen op een gegeven moment. Ja, die deden eigenlijk, Yasin en Emin deden zoveel op het gebied van interviews, talkshows. Deden van alles en nog wat om impact te maken op het onderwijs en voor het onderwijs. En op een gegeven moment raakten we met elkaar in gesprek, zeiden ze van, hey, zou je willen aansluiten? Want we zien echt wel gewoon dat jij past, ook in de gedachtegoed van Meesters met Dromen, en je bent daar al mee bezig met impact maken, let's go. Toen zei ik, is goed, want ik voelde me echt senang ook bij die gasten. Ja. Nou, op een gegeven moment werkten we al vrij snel samen. En zij waren toen destijds al begonnen met het schrijven van een boek. Ik had al heel lang een droom, namelijk, ik wil gewoon iets achterlaten waar mensen uiteindelijk profijt van zullen hebben. Ja. Alleen dat betekent wel dat je dus op een gegeven moment in de trant van een boek bijvoorbeeld moet gaan denken. Dat is een optie. En een boek schrijven, ja, dat was mijn zeg maar lang gekoesterde droom. Tot een jaar geleden of zo zeiden we op een gegeven moment elkaar van, hey, laten we dan samen gewoon dat boek gaan schrijven, man. In plaats van dat jullie met z'n tweeën los een boek schrijven, ik ga ook los een boek schrijven. Ja, heel veel gesprekken met elkaar gevoerd en toen zeiden van, oké. Laten we dat dan doen, want zij dachten dus dat ik een heel ander boek zou schrijven. Zij dachten dat ik een autobiografisch boek zou schrijven, terwijl dat niet mijn insteek was. Nee. En ik dacht weer bij hem van, ja, zij gaan weer een heel autobiografisch boek schrijven. Dus we hadden allebei andere gedachten en toen kwamen we samen. Toen hadden we een gesprek met, ik moest dagvoorzitter, vergeet ik nooit meer, ik moest dagvoorzitter bij Instondo, is een uitgeverij. Waar ik jullie ook gewoon mee in contact ga brengen, man, want jullie doen gewoon super toffe dingen. Nice. Ja, serieus, man. Weet je, in Stondo is een uitgeverij van Janneke van Loon. En zij, ik moest dagvoorzitter bij het event. Ja. En dat ging over kansenongelijkheid. En op een gegeven moment was ik klaar en toen zei ik tegen, Emmy, Yasin en ik, Meesters met Dromen, we willen graag een boek schrijven. Dat zou super tof zijn, man. En toen zei ze van, nou, laten we gewoon een keer zitten.
Ik zei, ja, dat zou ik vet vinden, man. Dus meteen een afspraak ingepland. En zij was zo enthousiast en positief. En toen zei ik, luister, als ik één ding heb geleerd, dan is het wel dat als mensen in jou geloven, dan moet je daar volledig voor gaan. Dus bij deze, wij gaan voor jou. En er waren toen ook een aantal andere uitgeverijen die geïnteresseerd waren. Maar zij was zo concreet en duidelijk. Tof. Dat we dachten van, oké, we hebben jouw rug. We zijn er voor je. En toen, hebben we dat, toen zijn we begonnen met schrijven, et cetera. Heel veel onderzoek gedaan. Heel veel, echt honderden leraren geïnterviewd, gesproken over. Vooral van, oké, waarin maak jij het verschil als leraar? Wat heb je teruggekregen van je leerlingen en studenten? Wat heeft dat met jou gedaan? En wat heb jij vooral de afgelopen jaren gezien als het gaat om jouw rol als leraar? Waarmee maakte je impact? Nou, daar kwamen heel veel zaken uit. En toen gingen we ook leerlingen en studenten interviewen. Met dezelfde soortgelijke vraag van, oké, welke leraar heeft voor jou echt gewoon het verschil gemaakt? Maar waarom? Wat deed die leraar dan precies? En wat is voor jou dan een goede leraar? En eerlijk is eerlijk, er kwamen gewoon vrijwel dezelfde antwoorden uit. En dat is dan uiteindelijk, hebben we het onderverdeeld in 4 hoofdstukken. Relatie en communicatie, het belang van een goede relatie, maar ook hoe je met elkaar communiceert, zowel verbaal als non-verbaal. Het tweede was hoge verwachtingen, namelijk oké, hoe geef je die vorm? Wat betekent dan concreet hoge verwachtingen? Nou, daar hebben we ook wat wetenschappers voor geïnterviewd, die uiteindelijk ook in het boek naar voren komen. Een Inge de Wolf, een Ilias El Hadoui. Lia Voerman, die ook 2 toffe boeken over didactische coach heeft geschreven. En toen op een gegeven moment was het derde hoofdstuk, gaat over structuur. Ja. Namelijk zowel je structuur binnen de lessen als daarbuiten. Want als jij structuur biedt ook natuurlijk een stukje veiligheid, dat weten we allemaal. Als leerlingen jou op dezelfde wijze zien binnen de school als daarbuiten, dan weet je dat ze het goed hebben gedaan, zeg ik vaak. Want waarom? Dan weten ze precies van, oké, die meneer of die mevrouw, als ik ze buiten zie, heb ik net zoveel respect voor hen als dat ik ze op school zie. Als ze je ontlopen buiten, dan moet je zorg gaan maken, zegt dat. Dan klopt er iets niet. Ja. En het vierde en laatste is authenticiteit. Ja. Namelijk echtheid. Betrouwbaarheid, transparantie. Wie ben jij als persoon? Durf je dicht bij jezelf te blijven zonder in te leveren op je identiteit? Dan gaan uiteindelijk collega's gaan met veel meer plezier naar school. Maar tegelijkertijd ook leerlingen die op een gegeven moment denken van, hey, ik weet wat ik aan die persoon heb. En dat is een beetje in het kort samengevat hoe dat boek in elkaar steekt. Ja, inhoudelijk is het vooral als doel om leraren te equiperen met datgene ook wat nodig is, man. Omdat we zien gewoon zoveel leraren die, ja, jullie maken het ook mee, waarschijnlijk collega's of op andere scholen krijgen die verhalen vaak te horen. Leraren zitten met hun handen in het haar van hoe ga ik de doelgroep nog aankrijgen. En wij geloven echt met hele praktische uitwerkingen ook, dat dit boek eraan kan, zeg maar, kan bijdragen daaraan. En ook hopelijk ook dat het op de leraaropleiding en PABO's terechtkomt. Ja, ja. Jij zegt even in het kort, maar dit was best wel lang. Dit was best wel. Nee, maar dit is gruwelijk, man. Ik hang aan je lippen, man. We hebben het vorige keer niet gevraagd. Maar is het mogelijk dat wij een boek krijgen? Bij deze. Ja, geregeld. Toch? Ja, ja, zeker. Ja, heel tof. Ja, 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 gaan we echt doen, man. En ik wil nog zelfs een beroep doen op eigenlijk alle mensen die deze podcast luisteren. Dit is de eerste keer dat ik het echt ook openlijk in een uitzending deel. Wij gaan, dat hebben we ook al besproken met de uitgeverij, alle winst van het boek gaat naar een goed doel. Oh, nice. Wij houden gewoon letterlijk zelf niets eraan over. En dat sluit weer aan bij die ene vraag. Namelijk, wat wil je achterlaten als je niet meer bent? Dan moet het moet een boek zijn wat baatvol zal zijn voor iedereen. Ja. Je bent een voorbeeld voor velen. Ik doe mijn best. Ja, weet je. Nice, man. Ik zag je ook intrigerend kijken, Morf. En luisteren. Ja. Ja. Word je ook stil van? Nee, ik vind het mooi. En ik zat gewoon te denken van, ik wil dat boek. Ja, en dat neerleggen ook bij onze collega's. Snap je? Dat het in de teamkamer neerleggen en dat we gewoon kennis kunnen delen. Want onze teamleider heeft ook luisterde afgelopen weekend naar onze podcast. En heeft meteen het boek van Karim besteld. En toen besefte ik ook ineens van, ik had dat moeten vragen. Want jullie delen mooie dingen, toch? Ja, en ik vind dat belangrijk om het met zoveel mogelijk mensen te delen. Want de podcast is vluchtig. Je luistert dat doorheen en je bent niet altijd even scherp erop. En je gaat heel veel in op de vibe en de emotie. Maar de inhoudelijke dingen, die blijven
die je hoort het wel, maar ze blijft niet hangen. Met een boek blijft het hangen, want dan ben je echt aandachtig aan het lezen. Dus ik wil dat graag een collectie gewoon creëren voor onze collega's, van de gasten die we hebben, dat er gewoon een paar boeken neerleggen. Ik ben niet helemaal met je eens. In podcast blijft bij mij ik juist hangen, want dan ga ik erover nadenken en spoel ik hem terug en dan luister ik het nog keer en spoel ik het nog keer terug. Ik ben niet zo'n fanatieke podcastluisteraar. Nee. Ik ben echt nog van boeken lezen, documentaires kijken. Nee, ik ben echt wel meer van de podcast, want dan neem ik het beter tot me. Als ik het luister, als ik het zie, ik ben ook visueel ingesteld, zeg maar. Mooi het verschil ook te zien, zeg maar. Nee, maar ik denk dat het elkaar allemaal versterkt, hè? Weet je, het vult elkaar aan. Wat je zegt, weet je, aan de ene kant, jullie bereiken natuurlijk met de podcast, bereiken jullie weer een hele andere doelgroep dan misschien de fanatieke of fervente lezers, zeg maar. Ja. En aan de andere kant, die lezers, weet je, die hebben ook weer, die halen daar heel veel inspiratie uit. Ja, ja. En die kun je eigenlijk geleidelijk juist meenemen in het proces van podcast soms. Ja, dus dat gaat. En met de podcast creëer je ook de interesse om een boek te kopen, toch? Ja, zeker. Ja, precies. Ja. Ja, maar daarom vooral, hè, want in alle eerlijkheid, hè, want we hebben ook een aantal professionals, dus een aantal professionals komen ook echt voor in het boek met een anekdote bijvoorbeeld. Waarom? Om te laten zien, één, dit is niet ons boek, dit is een boek voor het onderwijs. Ja, ja. Jarenlang heb je natuurlijk inmiddels de 6 rollen van de leraar. Dus we hopen ook met dit boek uiteindelijk, weet je, we kennen het allemaal. Ik ben nog steeds bij 5 hoor, ik weet niet of jullie is. Maar, je bent inmiddels coach is erbij gekomen. Coach is erbij, ik wist niet dat coach erbij was gekomen. Yes, ja, zo, 5 rollen van de. Dus weet je, en vooral met dat boek proberen we gewoon echt wel een fundamenteel verschil te maken gewoon in het onderwijs. Want hoe vet is het als je uiteindelijk gewoon mensen hoort die achteraf zeggen van ja man, ik heb dat boek gelezen en dat boek heeft mij echt weer gewoon geïnspireerd. Want dat is ook het doel. Het boek is één, we hebben zulke, bijvoorbeeld die opdracht die ik in de eerste aflevering had gedeeld over het schrijven van een opstel, dat is ook opgenomen in dat boek. Oh, nice. Weet je, dan kun je daar gelijk concreet mee aan de slag. Want iedereen stelt de vraag, ja wat kan ik dan meteen morgen doen? Voilà. Geef je meteen handvatten, zeg maar. Ja, zeker. Ook dat stop je weer in je gereedschapkistje. Ja, absoluut. Nice, heel tof. Mag je er echt trots op zijn, man. Thanks. Ook die andere boys kunnen er echt trots op zijn. Ja, thanks, tof, man. Tof. Nou, ik vind het echt tof, inderdaad. Ja, ik kan niet anders zeggen. Ik wil ook ooit een boek schrijven. Ja? TED Talk een boek schrijven. Ja, TED Talk is baas. Nee, maar check, hè. Als ik, neem het serieus. Ik ga jullie sowieso gewoon in contact brengen als jullie een tof idee hebben. Of ik ga hem anders zetten. Ik ga hem omdraaien. Als jullie een tof idee hebben en jullie zeggen van, hé, we zijn erover uit. We hebben echt een vet idee. Inspirerend. Een boek die het onderwijs kan veranderen. Waar we heilig van overtuigd zijn. Ga ik jullie gelijk in contact brengen met Janneke. Ja. Echt? Serieus. Ja. No joke. Okay. Waarom? Omdat ik vind. En ik zeg dit ook omdat ik Janneke inmiddels ken. Zij is iemand die durft buiten de lijntjes te kleuren in een positieve zin. Mm-hmm. Zij durft namelijk buiten de gebaande paden, toch? Ja. Ja. Durft zij, zeg maar, te opereren en te zeggen van, weet je wat? Ik wil voor verandering zorgen. Het onderwijs heeft impulsen nodig. Als ik zie dat daar dat mensen op mijn pad komen die daar uiteindelijk een bijdrage aan kunnen leveren, dan geef ik die mensen ook de mogelijkheid. Ja. En dat is voor mij, ik laatst zei ik het ook tegen haar, zei kijk Janneke, weet je, het maakt niet uit wie nu op ons pad komt, we staan altijd open voor alle organisaties. Alleen, wij gaan wel met jou, door met dit boek, en ook het vervolg op dit boek, weet je, en eigenlijk gaan we gewoon gezamenlijk met Instondo het verschil maken, man. Ja. En daarmee met alle respect naar alle uitgeverijen uiteraard, hè. Ja. Dus dat is de belofte die ik maak gewoon hier. Keihard. Hij is opgenomen, dus je kan niet meer terug. Ik ben meteen aan het brainstormen. Ja, ik ook al, man. Ik zit meteen in mijn hoofd al. Als duo zie ik jullie echt wel iets gewoon vets neerzetten, man. Ja, zeker. Ja. Er wordt ook gezegd dat wij een goed duo zijn. Er wordt gezegd, ik ontken het. Jij ook volgens mij, toch? Ik hoor het niet van. Nee, dat hoor ik. Ja, ik ben wat nee, maar ik doe al zomaar stom. Ik ben wat terughoudender toch in het openbaar over podcast en ook over andere dingetjes die ik doe. Ik krijg heel vaak feedback van mensen dat ik wel wat trotser mag zijn op de dingen die ik doe. Nou. Ik ben wel gewoon wat terughoudender daarin. Ja. Snap je? En het is niet dat ik geen interesse heb in de dingen die ik doe, maar ik voel me altijd een soort van opgeraad als ik iets deel op Instagram of hoe noem je dat, bespreek met andere mensen. Die schaamte waar je het over had, heb ik ook. Ja. Ja, ik weet het. Ja, maar nu. Ja, ik vind het gewoon heel lastig. Oké, nou gelukkig heb ik daar geen last van. Dus,
Hij neemt al die credits. Ja. Ik gooi altijd de credits door naar hem. Zo, jullie zijn echt goed bezig. Ja. Ben ik dit verzonnen? Het is allemaal hij. Helemaal niet. Het is een samenwerking. Ja. Hey, tof man. En over tof gesproken. We hadden net toch ook in de aflevering over kinderen. En over de leerlingen en de verhardingen, maatschappij en dergelijke. En toen hadden we net ook over een televisieserie, Mokro Mafia, hadden we net ook nog eventjes over, hè? Ja. Ja. En er komt een seizoen 4 aan, toch Mark, zei jij? Is 4, hè? 4 volgens mij, ja. 4. Ja, 1, 2, 3, 4, ja. 4 inderdaad, ja. En wat was het commentaar op van mensen? Het was stigmatiserend. Ik hoor steeds meer geruiden dat mensen vanuit de Marokkaanse gemeenschappen... Ja. Maar ik denk ook, ja, de Marokkaanse gemeenschap met name, want je spreekt de Marokkaanse gemeenschap erop aan dat ze het wel goed vinden nu, weet je toch? En dat heeft te maken met de stigmatisering die er heerst rondom Mokro Mafia, maar ook de bewaarde en normen die worden overschreden, toch? Door jonge islamitische jongeren die daarin voorkomen. En als het gaat om vrouwenvriendelijkheid, seks, maar ook criminaliteit, ouders die heel machteloos staan tegenover ouders. Die stigma's worden gewoon heel erg neergezet. En bij seizoen 1 was het tegengereid niet zo heftig. Ik zeg niet dat de media hier heel veel aandacht aan gaat besteden, maar gewoon in mijn omgeving hoor ik steeds meer mensen erover praten van, joh, het is wel goed genoeg geweest. En bij seizoen 1 was het nog een soort van interessant, want het was anders, mm-hmm. snap je? Maar daarin hoorde je al heel snel van, joh, wat gebeurt hier allemaal? En seizoen 2, 3, ja, toen werd het gewoon afgemaakt, toch? En ik vind het een goede serie, ik vind het belangrijk, maar ik kan het plaatsen, toch? Ik kan het plaatsen wat ze willen bereiken en ik ben ook breder bekend met de Marokkaanse gemeenschap, dus ik neem het met een korreltje zout. Maar iemand anders die niet, die niet bekend ermee is, snap je? En, die heeft een stok om het slaan. Jullie hadden het heel goed gesprek over de dingen die jullie zeiden, stond ik niet bij stil, zoals de titel Mokro Mafia. Ja. Had ik wel links, rechts, hoorde ik wel journalisten erover praten, maar wat er net werd gezegd door jullie, en je moet het zelf even zo meteen omschrijven, is van de titel Mokro Mafia, dat creëert ook heel veel ruis. Want je ga je inderdaad denken van, dat komt vanuit de Marokkaanse gemeenschap, in plaats van dat er een groepje criminelen op zijn komen drijven in de afgelopen jaren. Door heel veel omstandigheden, door heel veel redenen in onze samenleving, drijven ze nu omhoog. Die nu inderdaad de toon bepalen in de onderwereld. En dat heeft allemaal zijn redenen, maar het zijn niet alleen maar Marokkanen. Snap je? En dat is wel de misleiding die zo'n titel met zich meebrengt. Ja. Maar wat doet het ook met de jeugd, hè, die daarnaar kijkt? Ja. Ja, een hoop man. In het verlengde van wat Marv zegt, volledig mee eens. Maar kijk, weet je wat het is? Inderdaad, de naam Mokro Mafia suggereert dat de maffia Marokkanen zijn. Ja. En daarmee bevestig je eigenlijk bepaalde stigma's die in onze samenleving nog steeds de boventoon voeren. Ja. In het verlengde daarvan dus de vraag van, ja, wat doet dit met onze jongeren? Met alle respect, ik ken persoonlijk geen jongeren die binnen ooit is gekomen, bij mij niet, in ieder geval in mijn klaslokalen niet, maar ook niet buiten de school, die ooit hebben gezegd van, zo, nu ik die serie heb gezien, denk ik echt bij mezelf, ik zou nooit dat leventje willen leiden, man. Nooit. Mm-mm. Ik ben nu zo tot inkeer gekomen, echt gewoon niet. Ik sterker nog, het tegenovergestelde gebeurde, namelijk dat jongeren binnenkwamen, oh joh, meneer, heeft u gezien? Oh joh, hij heeft die heeft die geschoten, die heeft dat soort verhalen. Hey, vet man, ik ben fan van die. En ik, oh joh, die schuilt alleen met K. Ja, ja. Weet je, dus het heeft niet het gewenste effect gekregen. Wat zij misschien, aan het begin nogmaals, ik kan niet in hun hart kijken, ik weet niet wat hun doel was. Maar als het doel was om jongeren aan het denken te zetten, dan is dat niet gebeurd. Nee. 100% niet. Nee, ik denk ook aan de personage Muis. Zo heet hij, die jongen, volgens mij. Ja. Van de eerste twee seizoenen. Ja, ja. Ik vond hem keihard. Ja. Maar ik vond hem andere redenen keihard. Omdat ik dacht van, hé, ik herken gewoon bepaalde jongeren vanuit mijn eigen buurt die gewoon afdwalen. Snap je? Die bezorgde ouders hebben, maar die zo verdanig verhard zijn dat ze heel veel verkeerde stappen maken. En daarom vond ik het nice. En vond ik het ook heel goed hoe die het vertolkte. Maar als je kijkt op social media inderdaad, dan vonden de jongeren Muis om hele andere redenen vonden ze hem hartstikke tof. Inderdaad, dus wat jij zegt, ik denk niet dat ze een
Ik weet niet wat hun doel is, maar inderdaad, als het doel was om, noem je dat woord, om te teach, om als voorlichting te bieden, weet ik niet of ze dat bereiken. Nee. Ik denk dat ze wel heel veel knaken verdienen, maar of ze inderdaad de jongeren iets meegeven. Ik heb wel een keer gelezen, want er wordt heel erg veel gescholden met het woord K, zeg maar, in de serie. En volgens mij ging ook een X-bedrag naar het kankerfonds. Tata doet dat. Robert heet die intern, volgens mij. Hij geeft die bijdrage. Dat is wat ik heb gelezen. Zoiets heb ik gelezen. Kijk, ik vind dat bijna, ik vind het paradoxaal, man. serieus. Nee, maar kijk, met alle respect. Hè, niet om iemand hier onderuit te halen of neer te halen. Men gaat het. We gaan vaak dingen goed praten door te zeggen, ja, maar er zit een bepaald doel achter. Ja, maar dit is acteren. Ja, maar acteren komt ook met verantwoordelijkheden, vind ik persoonlijk. Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld kijkt, hè, er zijn natuurlijk ook best wel bijvoorbeeld wat rappers die in hun teksten hele vrouwenvriendelijke dingen roepen, bijvoorbeeld. Yeah. Je hebt verantwoordelijkheden. Als je ervoor kiest om iets te doen, wees dan ook bewust van de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat. Als jij in een serie constant met de ziekte kanker aan het schelden bent, en vervolgens zeg je van ja, weet je, maar het hoort bij mijn rol. Ja, met alle respect, dan gaan we weer terug naar kinderen die nog steeds in hun ontwikkeling zitten, ook qua frontale cortex, cortex wat tot hun 25ste in ieder geval aan het ontwikkelen is. Yes. Dan denk je dat die kinderen echt denken van, wauw, het is een rol. Nee, zij denken alleen maar van, hey, vet man, zo, hij scheldt met K, ga ik ook doen man. Want dat krijg je, zij zien dit soort type series als en vooral de acteurs als rolmodellen. Mm-hmm. Gewoon de acteur zelf, dus de rol die zij vertolken, dat zien zij als rolmodellen. Denken ze van, weet je wat, hey, dat ga ik overnemen, ga ik ook toepassen. Ja. En dan krijg je op een gegeven moment dat de verharde maatschappij waarin we al leven, krijgt nog meer een boost. En nogmaals, ik zeg niet dat Mokromafia de enige serie is die daaraan bijdraagt, want het zijn heel veel series en of films en of raps of wat dan ook. Maar daar moeten we wel stil bij staan. Je verantwoordelijkheid is ongekend. Ik zeg ook altijd, het moment dat jij op deze wereld mag komen, betekent dat dat gepaard gaat met verantwoordelijkheid. En of dat nou, wij hebben ook verantwoordelijkheid als leraren. Iemand in de kinderopvang, als pedagogisch medewerker heeft verantwoordelijkheid, de gemeente heeft verantwoordelijkheid. Onze minister-president, die vaak dingen vergeet, heeft ook gewoon een verantwoordelijkheid. Nee, maar serieus. We hebben allemaal verantwoordelijkheden. En maar zeg je eigenlijk dan dat hij eigenlijk dus niet met K moet schelden? Nee, zeker niet. Ik denk, kijk, ik heb vooral duidelijkheid niet de hele serie gekeken. Nee. Waarom? Omdat ik ging op een gegeven moment kijken omdat ik benieuwd was naar waar mijn leerling het over had. Ja. Dat was echt mijn voornaamste reden. Toen ik het ging kijken, haakte ik in alle eerlijkheid heel snel af. Omdat wat je zegt, kijk, ik ben verre van perfect. Iedereen maakt fout, vooral duidelijkheid. Mm-hmm. Hè? Alleen het strookte niet met mijn identiteit en mijn normen en waarden. Wat jij net ook zei. Ja. Ik schrok op een gegeven moment van bepaalde gedragingen en uitingen. Dat ik dacht, wow. Ja, voor mij, iemand kan gewoon zeggen, dat is acteren, prima, dat is jouw keuze. Ja. Als je dat wil doen, moet je dat vooral doen. Alleen voor mij voelde dat niet meer senang aan, zeg maar. En om je aan te vullen, maar ook wel een kritische noot. Het is niet dat ik zo volledig denk, hè, maar ook als uitvoerend artiest, of uitvoerend artiest geweest. Ik denk wel dat die series mogen bestaan, dat muzikanten mogen roepen wat ze willen en doen wat ze willen, want zij zijn niet de eerste graads opvoeders, snap wat ik bedoel? De opvoeders zijn de mensen die achter de kijkbuis staan, inderdaad. Alleen denk ik wel, kijk, ik vind het wel een vette serie, maar omdat ik kan het plaatsen, snap je? Alleen denk ik inderdaad dat de makers, en ik weet niet tot hoever ze het hebben gedaan, we zijn nu hier gewoon keihard aan het gissen, hadden ze de onderbouwing wel steviger neer moeten mogen zetten. Het fundament mocht wel beter neergezet worden. Want je zit inderdaad in een samenleving waar een tweesplitsing nu gaande is. Dat de polarisatie best wel heftig is. En dan creëer je ook nog zo'n serie. Zonder enige toelichting. Met heel veel harde uitspraken. Met één richtingsverkeer naar één beeld van een bepaalde bevolkingsgroep. Snap je? En dat maakt het zo tricky. Dus ik voel echt wel de kritiekpunten die mensen hebben naar die serie. En dat zijn er best wel veel, hoor. Maar is het fictie of is het waar gebeurd?
Het is toch een combinatie van. Combinatie van, ja. Ja, het is een combinatie van. Absoluut. Ja. Het is gewoon toch de realiteit vandaag de dag. Ja, nou ja, helaas wel. Ja, kijk, maar wat jij zegt inderdaad, hè, uiteindelijk moet iedereen zich vrij voelen om datgene te zeggen of doen wat ze willen, uiteraard. En dat maakt, denk ik, dat maakt het heel belangrijk tegelijkertijd. Van als je dus weet dat je die vrijheid hebt, men noemt dat vaak ook artistieke vrijheid, dan is het wel ook belangrijk om stil te staan bij. Want we weten inmiddels, en dat bleek ook uit een onderzoek van de Gelijkkansenalliantie, namelijk dat 40% van het leren komt nog voort binnen de schoolse context en 60% van het leren buiten de schoolse context. Dus dat betekent dat toch al die artiesten heel veel invloed hebben op onze jongeren, al die influencers en noem maar op. En als je dan daar bewust van bent, ja, ik zeg dan altijd, ik vind het te makkelijk om te zeggen, ja, maar goed, ik heb daar niet voor gekozen. Je hebt een following. Yeah. Net zoals je bijvoorbeeld als influencer gebruik maakt van het door een product te promoten, dan is het wel ineens van ja, nee, dat geldt toch ook dan voor de boodschap die je opbrengt. Ja, maar dat is weer een beetje. Maar ik zeg wel, daarom zit ik in die tweestrijd. Want ze moeten wel hun artistieke vrijheid behouden. En ik denk ook dat deze series, nummers, gewoon alles wat te maken heeft met kunstuiting, dat het mag en dat het ook moet. Alleen denk ik wel dat je fundament belangrijk is. Dat je het wel goed moet onderbouwen, denk ik. De basis. Je moet inderdaad, waar we het net al over hadden, alles begint bij, wat is het grotere doel wat ik voor ogen heb? Ja. Als je dat voor ogen hebt, dan ga je ook in aanloop naar het hele proces, of gedurende proces, ga je ook veel kritischer kijken naar wat doe ik, wat onderneem ik, en waarom doe ik wat ik doe. Ja, precies. Ja, gruwelijk. Ja. Ik vind het een mooi einde van deze podcast. Dat klinkt een beetje gek, maar we zijn over tijd. Yes. Ja. Ismael, dankjewel voor al deze wijze lessen, wijze woorden. Ja, je bent echt een legend. Echt heel tof dat je er was. Het was echt de moeite waard om te wachten. Thanks man, jullie ook. Nee, ik vond het super tof met jullie man. Ja, ja, was echt nice. Ja. Nice. Marv, jij ook weer bedankt, held van me. Yes. Ik heb weer van je genoten. Je was lekker scherp, ouderwetsie. Hey. Ja, ik ben er klaar met werken toch, dus ik zat nog helemaal in die modus. Ja, ik ook. Maar lekker man, zo scherp als een mes. Zo scherp als een mes. Net als de voorhoede van Ajax. Hey. Laat me niet drukken. Ismael, als je wil, mag je weer het laatste woord doen? Want je hebt het net ook gedaan, wil je het nog een keer doen? Vind je dat tof? Ja, wat jullie willen man. Ja? Jullie mogen kiezen. Ja, ik gun hem man. Ismael, mooi. Ja, ik ook. Ja, want er komen iedere keer alleen maar wijze woorden uit je mond. Dus ik ben een beetje jaloers en ik vind het alleen maar super tof. Nee, lieve luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Check nog even onze socials op TikTok en op Instagram, klasse.podcast. En tot de volgende. Yes. Ik hoop vooral dat hetgeen wat ten goede is van jou, dat je dat van ons aanneemt, ook tijdens deze podcast en ook de vorige podcast. En datgeen waarvan je denkt, is niet goed voor mij, dat gaat uiteindelijk averechts werken, laat dat vooral los. Je kunt van ieder wat leren. Alleen het belangrijkste is altijd weer om te investeren in je hart. Want werk je en spreek je uit je hart, raak en verrijk je andere hart.